Ik zit nu nog steeds eigenlijk Keir Orgos te kijken. En toen zag ik een filmpje voorbij komen van Kai met Katja Schuurman. Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik ga nu ook lekker klaarmaken om lekker wakker te worden. Lekker bak koffie te zetten. En nu lekker radio aan te zetten. Want heb ik al meestal heb ik al Q Music staan als het goed is. Als het goed is heb ik nou op Q Music staan. Oké, maar nu weer lekker wat koffie zetten. Rolgordijn opengooien. Kan je eten geven. En misschien een beetje controleren voor mijn koffer ga ik ook vandaag nog doen. Want zoals jullie weten. Zo, die rolgordijn is lekker open. Lekker bakje koffie zetten. Lekker lat. Cappuccino. Bakje pleur voor een goede burg. Dat is lekker zat er is, bakje koffie. Dat heb ik al heel vaak al gezegd. Kan jij, jij krijgt ook eten. Ja jongen. En dan ga ik altijd, heel doe ik altijd een heel klein beetje, want ik weet hoe Ganja is. En voor een klein beetje doe ik eigenlijk dat hij op zijn gewicht blijft. Want dierenarts zei al dat hij dit voldoende is, wat hij weegt. En nu wel lekker even dadelijk editen. En dan lekker wakker worden. Dus ja, ik wil het even lekker doen. En vanavond is het natuurlijk donderdag met 10 net even anders bellen. Ik hoop dat iedereen compleet is. We gaan het zien. Maar ja, jullie gaan het wel horen vanavond. Ik ben al lekker klaar met editen, heb ik al gehad. Het was even, moest even gebeuren. En ik heb hem afgekregen voor vandaag. Yes! Oké. Wat ik ook doen is een pakje koffie weer zetten. Net, ik wil iets doen op mijn Facebookpagina. Maar dat lukt niet helemaal, want ik wil ook de video. Sinds vandaag wil ik hem ook gewoon hele vlogstuk op mijn pagina zetten. Voor mensen die niet op YouTube zitten. Of wat dan ook. Dus dacht ik, weet je, ik gooi hem ook gewoon op mijn Facebookpagina. Maar dat wilt hij blijkbaar niet echt doen. Dus ik ga dat even zo meteen achteraan. En dan hoop ik dat het wel dadelijk lukt. Maar dat gaan jullie wel horen vandaag. Want sinds zaterdag komt er ook gewoon vlogstuk nu op mijn pagina. Facebookpagina. Volg je mij nog niet? Zoek dan op Dagen van Pasje. En dan kan je me zo vinden op Facebookpagina. Ik zeg check het. Het zou tof zijn als jullie erop checken. Je kan ook zelfs mijn Instagram checken. Het staat hier allemaal beneden in mijn beschrijving. Alles van mijn Facebookpagina. Zoals mijn Instagram, Snap. Maar al zit ik niet veel op Snapchat. Dan weten jullie dat ook. Dus volg me even. Het zou tof zijn. Wat ik ook ga doen is even achteraan gaan dadelijk ervoor. En heel langzaam een beetje alweer spullen een beetje inpakken. Ik heb net even handdoeken bij mijn koffer neergelegd. Want ja, wie weet ga ik zwemmen, wie weet. En dan misschien even dadelijk voelen, want nu moet ik even in de gaten houden, want de kleren, alles is nog vochtig. Ik denk de handdoek is altijd de snelste die altijd opgedroogd is. Ik denk van, hoe dan? Maar ja, nu een lekker bakje koffie gezet. Die is ook weer gedaan. En dan ga ik even via de computer even maar proberen om die vlogstuk op computer op de pagina te zetten. Dat ga ik op die manier maar doen, want via mijn telefoon lukt het niet, denk ik. Want ze geeft hij aan, wacht, kijk wat hij aangeeft. Want dat had ik net ook al gehad. Oh, nou is hij weg. Ik ga even voor zeker checken. Ga ik wel via computer checken. Ik hoop dat het al gelukt is eigenlijk. Zou tof zijn. Dat kan ik anders doe ik via computer wel inplannen. Met datum en zo. Maar nu in ieder geval even lekker koffie drinken. En even dat proberen. Wat ik wil proberen. Nou, ik heb het nou via computer gedaan. En dat is dan wel gelukt. Gelukkig. Ik heb gewoon al sinds donderdag, ik heb het daar maar gedaan. Zoals jullie hebben gezien. Ik dacht, laten we dat maar even doen.
Dat is veel leuker. Gewoon gelijk eerder. En laat even weten in de reactie wat jullie van vinden dat ik nou op mijn Facebookpagina heb gezet. Of jullie dat leuk vinden of niet. Of dat ik vaker moet doen. Of elke dag. Dan ga ik dat ook doen. Maar Ganya wil naar de gang toe. Hier zo, die doet gewoon de deur open. Ik moet ook lekker deur dicht, Ganya. Wat vind je daarvan dat ik nou deur dicht doe? Hé. Hey. Wacht. Wacht even, ik voel iets. Een pluisje. Dit zat er op z'n... In z'n vacht. Nou, dan gooi ik weg. Ik weet niet wat het is. Maar ja, het zal wel. Misschien een korretje van kattengrind, misschien. Zou kunnen. Maar die zit heel hier braaf gewoon te zitten, die Ganya. Hé, hey, Ganya. Zit je daar lekker braaf? Hé. Hey. Zit jij lekker hier braaf, hè? Zit jij hier lekker braaf? Hm? Lekker geëit worden, hè? Lekker, hè? Maar ja, ik ga dan even lekker verder met op de computer. En dan klaarmaken om naar mijn werk toe te gaan. Dus laten we dat sowieso even doen. Want het moet ook gebeuren. En misschien vanavond verder tas inpakken. Weet je, even een beetje even kijken wat ik nodig heb. Dus. En ik ga even vanavond ook even naar de winkel. Misschien uit mijn werk al. Want ik ga iets kopen voor iemand. Maar wie is de verrassing? Maar dan ga ik nu maar even dat klaar, maar dat dadelijk doen. En ik vind, ja, jullie hebben de vlog al gezien. Ik vind, het is zonde, maar ja. Gelukkig is het de oude deur, dus dat scheelt. Want als jullie boven zien, echt hier dichterbij, kunnen jullie beter zien dan ver af, eigenlijk. Als je zo kijkt, heel dat stuk is helemaal kapot. Ik ga even inzoomen. Kijk dan, hoe heftig. Je ziet gewoon die hout al daar zo. Je ziet al daar hout. Wauw. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Het was best wel raar dat het gebeurde eigenlijk. Hoe raar manier. Laten we zo zeggen van... Ja, alleen zonde... Het enige wat ik zonde vind... Is eigenlijk van dit gat wat hier zit. Dat hier dit. Dat is best wel goed te voelen ook. Hé, hey, Ganya. Maar ja, ik ga maar... ik voel ineens zo'n duitslag. Oké, gaat goed. Ik ga maar klaar om naar werk te gaan. Ik heb thuis een lekker radiootje aangezet. Ganya eten geven die daar zit te eten. Zelf eten maken die op de bar daar zo op de pan staat. Shawarma met fresh. Dat is zo lekker. Met foie. Shawarma en wraps, dat is zo lekker, echt een lekkere combinatie. Ik eet dat misschien ook wel vaak. De laatste tijd heb ik het alleen niet gegeten. Maar ja, even een keertje wel lekker. En nu, ja, vanmorgen heb ik ook wat lekkers. Dat is poffertjes. Ja, en ik heb een cadeautje gekocht, wat ik al zei. En die ga ik opsturen. En dat is voor Sander bedoeld. Die ga ik opsturen naar Sander toe. Dus ik hoop, ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Ik ben benieuwd. Eten zit erin. Oh, het zit lekker in. En het wordt wel een beetje donker alweer. Dus ik ga laten we maar rolgordijnen lampen aanzetten. Ik kan wel eigenlijk rolgordijnen doen, maar ik wil ook het beeld goed kijken. Daarom doe ik dan aan eigenlijk. En ik kan jullie vertellen, ik zit nu nog steeds eigenlijk kei rolgors te kijken. En toen zag ik een filmpje voorbij komen van Kai met Katja Schuurman. En toen had hij met Katja over corona. En dat is dit stukje. Mijn realisatie kwam laatst weer toen op een gegeven moment ging het over het met coronavirus, over het aantal doden wereldwijd. En het aantal besmette personen. En op een gegeven moment keek je naar die cijfers. Toen had iemand ook een tabel gemaakt met hoeveel mensen bijvoorbeeld aan een auto-ongeluk sterven per dag. En dat het in als je het naast elkaar legt, eigenlijk nog steeds bar weinig is. Maar dat er wel overal wereldwijd aandacht is voor het coronavirus. En er wordt ons angst ingeboezemd en bam, bam, bam. En toen zag ik het aantal doden per dag op basis van hongersnood. Ja. Dat is krankzinnig. Ja, dat ging richting 300.000 per dag. Ja. Gewoon per dag, jongens. En verbijsterend. Ik zag het met Jess en ik kreeg gewoon echt mijn hele maag keerde om. Dat ik dacht van,
Hoezo is dit niet een topic elke dag? We hebben het elke dag over het coronavirus. En er is weer een man van 85 opgenomen hier in het ziekenhuis. Ja, verschrikkelijk. Maar kom op, 300.000 mensen sterven. En weet je hoeveel eten wij weggooien? En ik ben er zelf ook een onderdeel van. Ik heb ook vaak genoeg druiven in de koelkast liggen, waarvan ik denk, oei, als ik ze nog langer had laten liggen, kruipen ze zelf de koelkast uit. Nee, maar weet je, het is te krankzinnig voor woorden. Absoluut heel belangrijk dat bewustzijn, dat we dus nu blijkbaar met de coronacrisis in staat zijn, zijn overheden in staat om hele grote besluiten te nemen. Bureaucratie wordt ineens er van de kant. Dus een besluit duurt niet meer 3 jaar voordat het genomen wordt, omdat er in allerlei praatgroepen uiteengegaan moet worden eerst en weet ik veel. Het kan gewoon, we kunnen besluiten nemen, we kunnen gewoon zeggen, we kunnen offers brengen, economische offers. En wat voor een economische offers? We kunnen miljarden pompen in de economie, waarin op de zorg dat we die corona enzovoort onder controle krijgen en dat niet de hele economie misschien omvalt. Dan denk ik, ja maar oké, het is ook echt verschrikkelijk. En als je een geliefde bent verloren in corona, is dat diepe, diepe ellende. Maar als je om je heen kijkt en je vergelijkt het gevaar van corona voor de mensheid met klimaatcrisis, met hongersnood, wat dat allemaal, wat dat betekent en wat dat voor groot gevaar is, en zeker de klimaatcrisis voor de mensheid, is het verbijsterend dat alle aandacht uitgaat naar dit virus. Ik denk, laat het een les zijn. We kunnen het ook draaien. We kunnen dit dus blijkbaar. Oh, dus voor corona hebben we dit allemaal kunnen doen. Laten we in godsnaam dit ook inzetten nu voor die dat veel grotere gevaar dat op ons afdendert en waar we eigenlijk al middenin zitten. Ja, maar het is, ik vind het verbijsterend dat ik heb er echt 300.000 per dag. En je had op een gegeven moment hier, had je alle kranten die rondom het coronavirus iedere dag een soort lijf aan je vermelden dat er weer een besmette persoon bij een ziekenhuis was aangekomen. Stel je voor dat je dat zou doen. Met dus de mensen die overlijden aan hongersnood. En dat je dat lijf zou bijhouden in de kracht. Dood te gaan aan honger. Compleet onnodig. Compleet onnodig. Want wij gooien overal op de wereld gooien we eten weg. Ja. En ik weet je, kijk, ik heb hier ook niet de oplossing of de wijsheid in pacht. Maar ik vind het gewoon echt zo ongelooflijk raar dat iets is wat wij eigenlijk met z'n allen maar accepteren. We kunnen het echt fixen. Ja, maar dat geloof ik ook. Maar ik hoop ja, gewoon we dat kunnen iemand het fixen, alleen we doen het niet. Dan moet iemand opstaan of er moet er staan heel veel mensen op, alleen er maar zijn toch te veel mensen die ook gewoon hun oren dicht houden. Luister, ja, weet je, het is zo complex. Laat maar even weten in de reactie wat jullie ervan vinden, wat jullie mening van zijn. Dit spreekt me wel eigenlijk aan. Laten we zo op die manier gerustend stellen. Ja. En ik vond het wel mooi. En ik zit nu een stukje te kijken met Rico Verhoeven. En ik vond dat stukje met Kai Rogels en over. En met Katja Schuurman echt wel een leuk onderwerp. En wel interessant eigenlijk. Van ja, wat doen we? Er gaan eigenlijk best wel veel mensen eigenlijk ziek. En ja, het is moeilijk bevatten. Ik zit een beetje 50. Ja en nee. Normaal even voorzichtig zijn. Ja, ik vind het gewoon nog moeilijk, laten we zo zeggen. Maar ja, laat even weten wat jullie ervan vinden. Maar ik ga nu even een stukje kijken van Rico Verhoeven. Dit lijkt me zo interessant. Ik ga een lekker bedje opzoeken. Even de rolgordijnen dicht doen. En dan lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, ik hoop dat jullie deze vlog gelijk bent. Laat even ook weer in de reactie wat jullie mening is van de Kai. Wat hij over had. Ben ik ook wel benieuwd naar. En ben benieuwd naar wat jullie van zeggen. En ik ga nu dan, wat ik al zei, lekker een beetje opzoeken. En lekker slapen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zo tof zijn als je beneden abonneert en leuke reactie achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik heb net een pakketje binnengekregen en ik had al gezegd dat ik natuurlijk post zou binnenkrijgen, dat ik ze niet zou bestellen. En dat heb ik nou binnengekregen. En ik ben weer klaar. En dan ga ik nu maar lekker even een shirt passen die ik gekocht heb. 3 dagen terug, volgens mij 3 dagen terug.